Voor de muzikus is zijn instrument zijn alles. Beschermd in de koffer of kist vinden we ook veel kleine zaken met een vrouw. En daarmee maken we kennis met de persoon achter het instrument. Als mensen denken aan harpisten, dan hebben ze daar vaak een soort sprookjesachtig, zoet, engelachtig beeld bij. Maar de realiteit is toch dat vanaf je jeugd heb je al moeten zeuren voor zo'n onmogelijk groot en te duur instrument. En de rest van je leven ben je toch bezig met sjouwen en heel hard aan die snaren trekken. Dus de meeste harpisten zijn toch wel eigenzinnige, ondernemende personen. Ik hou heel erg van de hedendaagse muziek en de experimentele muziek, omdat je daar heel erg kan gaan zoeken nog in kleur en in klank en in verrassing. Dat mensen het je gunnen dat je samen ergens toe komt. Het is echt wel iets unieks van het Zeeuws Orkest, wat ik heel erg waardeer. En waardoor ik er waarschijnlijk ook al 15 jaar zit.